Oh, ik ben live. Oh shit. Oh shit. Hallo? 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 Is er iemand in het wild? Oh. Ja. Ik zie hem! Ik zie hem! Pak je wapen! Hebben we hem? Hebben we hem? Ik weet het niet. Welkom dames en heren bij een nieuwe livestream. Het is dood. Vandaag spelen we Wildlife. Natuurlijk in camouflage. Moet ook wel. Hoe ga ik dit doen? Oh, dit, ik hoor niks. Oké. En deze camouflage heb ik natuurlijk voor een reden. Want voor de game die we gaan spelen straks, hebben we dat nodig. Ik zal jullie even laten zien welke game we gaan spelen. Dit is Way of the Hunter. Even kijken, de game. Ja. Dit is de game. En kijk, ik heb al hier een dier gespot. Als ik goed check welke dier dat is, is dat een wit staartdier. Zal ik hem raken in zijn kop? Of zal ik hem raken in zijn reet? Ik denk dat ik hem in zijn kop ga raken. Daar gaan we. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem! Nog een keer! Is er reet! Daar gaat hij! Mis! Oké, we moeten er naartoe, we moeten hem volgen. Ja, daar is lawaai. Dus we moeten het spoor volgen. We moeten er naartoe. We moeten er naartoe. Door het water heen. Gooi een duif, Milan. Het is een andere game. Oké, het geluid staat heel hard, sorry. Ik zie het, sorry. nu moeten we hem volgen. Hier schoot ik hem neer. En als het goed is bloedt dat beest nu. Even kijken, waar gaat het spoor heen? Hier ergens was het, toch? Waar was het? Was het toch hier ergens? Waar is hij? Oh, daar. Daar hoor je lawaai. Schot ik mis? Nee, toch? Ik schot toch raak? Ik heb toch niet gemist? Waarom kan ik het bloed niet vinden? Ik hoor ze wel. Ik moet niet rennen. Dan horen ze me. Ja, hier. Ze zijn vlakbij. Is dat hem? Die ik had? Hier ligt hij. Of niet? Nee. Oh, dat is een vogel. Nee, die moet ik niet hebben. Ik moet die hebben. Nee, ze rennen. Snel, schiet er een. Lekker in zijn reet. Nek, nog een keer. Kom op, kom op. Oh, reladen. Kom op, man. Eentje moet doodgaan, toch? Het komt er heel op af. Lekker voor je. Nog één. Hoppa. Dan kom je maar aanvallen. Oh. Pak hem. Reloaden. Snel. We kunnen hem hebben. Pak hem. Shit, mis. Nee. Weer mis. Godgloeiende. Oh, ik moet weer herladen. Ongelooflijk. Nou, we hebben in ieder geval één. Oh, hier zien we precies waar we hem hebben geraakt. Niet in zijn hart. Maar in zijn hoofd. Net niet in zijn hersenen. Dat zou chill zijn natuurlijk. Dat is de bedoeling. Dat zou chill zijn. Hoor maar praten. Ja, in zijn hersenen zou chill zijn, man. Gewoon vol hier zo. Oké, wat moet ik doen? Ik moet hem harvesten. Hoe doe ik dat? Hoe harvest ik dat ding? Shot 2? Wat was het shot 2? Shot 2 was in zijn reet. Nice. En shot 3. Net langs zijn hersenen. Net te langs. Kijk nou. Oh, dat scheelt zo weinig. Maar hij ging wel dood. Dat is de bedoeling. Moet ik hem verkopen? Nee, ik moet hem... Wat moet ik ermee doen? Inspect. Oh, nee. Wat? Ik weet niet wat ik ermee moet doen. Er staat hier... Links staat harvest. Maar als ik hem claim, dan staat hij nergens onder harvest. Moet ik hem cellen? Ik weet niet wat ik moet doen. Wacht, misschien weet Jasper het. Jasper! Yo! Weet je wat ik moet doen? Oh, wacht. Weet je wat ik moet doen? Ja, ik had geloof ik cel gedaan. Cel? Ja. Oh, ja! Ja, nu heb je hem als het goed is. Nice. Top, perfect. Oké, nu kan ik multiplayer doen. Ja. Nu ben ik ready. Let's go. Multiplayer. Create server, even kijken. Private. On. Difficulty. Laag. Character. Boeie gast. Create. Oké, hij mag iets zachter het geluid. Zo. Rare vonk. Oké, ik ben er. Kijk of ik jou kan inviten. Ja, ik ben nog even zo'n ding aan het knallen. Oh, je hebt nog niet zo'n ding geknald? Jawel, ik wel. Oh. Oké, dan haal ik even mijn waggie. Yes. Oh, mijn waggie. Oh, die staat hier al. Ergens. Oh, nice! Private server staat off nu. Oh, echt? Oh, ik heb geen private server. Shit. Multiplayer. Oh ja, ik zie het. On. Dankjewel. Thanks, chat. Create. Doe het er weer opnieuw. Dankjewel, chat. Cool. Oké. Dit is het prachtige land waar wij kunnen jagen. Ik hoor echt mezelf gewoon niet. Zo irritant. Zo. Nou hoor ik mezelf wel. Dit is chiller. Hier kunnen we jagen. En we kunnen letterlijk gewoon naar het topje van die berg. Of topje van die berg. Kan ik even met de... Nee, ik wil niet een wapen hebben. Ik wil een... Ik wil... Nee, dit wil ik ook niet. Ik wil mijn verrekijker wil ik hebben. Ja, dank je. We kunnen daar helemaal heen. We kunnen daar helemaal heen. We kunnen zelfs naar die berg daar. We kunnen daar zelfs helemaal heen. Hier bovenop. Ah, dit map is echt intens groot. Daar zelfs helemaal heen. Ik weet niet of we daarheen kunnen. Als we kijken op de map, dan denk je dit is alles. Maar nee, dit is alles. Dus ja, het is groot. Het is heel groot. En de bedoeling is om op het wild te jagen natuurlijk. Dit is mijn blokhut. Die is mij gegund. Die is mij gegeven. En in deze blokhut kan ik dus mijn trofeeën neerhangen. Want hier kan je dan bijvoorbeeld iets neerzetten. Als in een duif of zo. Of een weet ik veel wat je wil schieten. Weet ik veel, schiet wat. En hier kun je dan ook iets neerzetten wat je wilt. Hier kun je een dier neerzetten. Ik weet alleen niet hoe. Want ik kan nu niet erop klikken. Maar... Misschien omdat ik nog niks heb gevangen. En hier kan je dieren neerzetten die je hebt gevangen. Die kan je dan opzetten. Hoe noemen ze dat ook alweer? Taxidermy nog iets of zo, toch? Ja. Hoe heet dat in het Nederlands? Taxidermy. Ik weet niet precies hoe dat heet, gast. Iemand weet het wel in de chat. Taxidermy. Oh, hierboven kan ook iemand. Gewoon, of iemand. Een dier. Oh, daar boven zit een beer. Kijk nou. Wow. Oh, die is nep. Wel vet. Opzetten. Dekt de lading wel. Ja, taxidermy is het in de Engels. Maar ik weet niet wat het is in het Nederlands. Geen idee. Taxi. Iets met een taxi. Maar je hoeft er niet voor te betalen om van A naar B te gaan. Maar je moet betalen om een dier op te zetten. Je kan het ook doen met je eigen overleden hond, hè? En kat. Dat doen mensen ook. Is hun kat dood en dan gaan ze hem opzetten. En dan hebben ze toch nog een beetje de kat. Dag Milan Vonk. Hey, Naomi Olinga Hardus Vonk. Dankjewel, Naomi. Dag Milan Vonk. Ja, wat een... Wat een intro, joh. Ik zag een wild dier, dus ik moest meteen even dat doen. Ik doe een taxidermy. Ik heb 61 opgezette dieren in mijn kamer. Jeetje. Ja, maar dan heb je denk ik ook van die insecten, hè? Van die kleine kakkerlakken en weet ik het allemaal. Ik heb ook één taxidermy dier. Dat is een mier uit Zuid-Amerika, die heb ik. Die is ook opgezet. Die is gekild en opgezet. Echt vet. Maar goed. Even kijken. Als het goed is, komt Donder zo aan. Ik ben heel erg benieuwd. En Jasper, heb jij al iemand geschoten? Ja, ik heb al een deer geschoten. Ja. Misschien doe ik dat nu op een tweede account. Ook nog een keer. Want? Don kon zelf niet zo goed mikken. Oh. Ben jij nu ingelogd op Don's account om dat te fixen? Ja. Yo, Darkness Stars, thanks voor het lid worden, man. Vrouw, mens, kannibaal dat je er bent te houden. Thanks, Darkness Stars. Dankjewel. Ja, maar als je wilt dat ik jou join, dan ga ik daarop en dan gaat Don zo op mijn account. Dat is ook prima. Oh, oké, cool. Oh, wacht, Sam, de taxidermy guy in de chat, die zegt ik heb een paar insecten. De rest heb ik vogels, vissen, schedels en een paar gordeldieren. Wat? Dat is ziek, gast. Dat is echt ziek. Nou ja, ik weet niet of ik dat wel zou willen. Ik vind het een beetje zielig ook eigenlijk. Van die dieren. Sowieso een hert of zo. Dat vind ik gewoon zielig. Ik weet niet. Ik bedoel, een stinkdier denk ik. Ja, boeit me. Wat is zijn functie in de maatschappij? Niet veel. Kan niet eens stemmen. Dus boeien. Schiet me neer. Maar een hert denk ik. Ja, die zien er wel cute uit. Verder. Dus pinguïns boeit me ook niet zoveel. Maak die ook maar dood. Het zijn toch van die vieze beesten die eigen familieleden in de steek laten en eigen familieleden neuken en allemaal gore dingen doen met elkaar. Is dat eenden dat ook doen? Oh, eenden mogen ook dood, hoor ik net. Doen eenden dat ook? Ja, mannen. Ja, dit is weer zo lekker luguber. Maar mannetjes eenden, die planten zichzelf voort zonder toestemming van de vrouwen eend. En, zo! De vrouweneend wordt zelfs verdronken bij de intercourse soms. Nice. Nou, goed verhaal onder een leuk muziekje. Dus als je denkt, oh, leuk babyeend is een mannetje, dan is het gewoon geen leuke babyeend. Nee, maar het ziet er wel cute uit. Ja. Even kijken, waar moet ik heen? Ik moet naar links. Oh, oh shit, ik rij in zand aan. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ik heb een zand aangereden. Hij vloog vol tegen mijn ruit aan. Waarom? 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 Gast, waarom deed je dit? Ik had je kunnen doodschieten. Maar je wilde zo dood. Wat kut. Nou, verkoop maar. Goed, gaan we weer. Ik kan ook toeteren, handig in het spel. Om alle dieren weg te jagen. Waar moet ik eigenlijk heen? Naar beneden. Mooi man, mooi. Mooi, mooi, mooi. Alles wat ik koop, zegt de taxidermy in de chat, is van dierentuinen die het verkopen aan winkels en daar koop ik het dan. Dus ik weet dat ze een goed leven hebben gehad. Oh, dat is nice. Oh ja, bijvoorbeeld hele oude beesten die toch al bijna niet meer dood, toch al niet meer levend gemaakt kunnen worden. Ah! Ik rij weer over een dier heen. Wat is dit? Waarom rijden dus? Waarom kijken jullie niet uit? Waar heb ik nou weer overheen gereden? Wat is dit? Oh, hier loopt er ook een. Wat zijn jullie? Dit zijn volgens mij stinkdieren, of niet? Een badger. Wat is een badger? Ik denk een stinkdier, ja. Is een badger een stinkdier? Hij heeft geen staart. Oh, jawel. Wat is een badger? Een wasbeer. Oh! Ik heb gewoon... Ik heb een wasbeer? Ik heb een hond. Ja, het staat, ja, het ziet eruit als een hond, inderdaad. Ja, ik heb deze net aangereden, man. Vet. Ja, sorry, gast. Je liep ineens op de weg. Die weg was er eerder dan jij. Denk ik. Goed. Ik ga hem hier ergens denk ik parkeren. Ik parkeer hem hier wel. Dit is een mooi plekje. Zo. Misschien of de radio uitzetten. Dan komen er meer dieren. Zo. En dan moet ik naar dat huisje. Oh, het is een das. Oh, het is geen wasbeer. Het is een das. Oh ja, wasbeer is een raccoon. Volgens mij. Het is een das. Oh, daar loopt ook iets. Wat is dat? Oh, dat zijn die dieren. Die moest ik hebben. Nou, ik ga wel hier gewoon even in mijn kooi zitten. En dan zien we wel. Die kleren staan je goed, Milan. Nou, nee. Wat thanks. Kijk, wat je dus ook moet doen met deze... met dit wapen... is ik heb nu mijn Hunter Sense aan, als het ware. En dan kan ik nu mijn shot analyseren er rechtsboven. En dan zie je distance 200 meter. En dan daar links heb je zeroing... En die kan ik met mijn pijltjes toetsen, kan ik die hoger of lager zetten. Dus als ik bijvoorbeeld weet, hier, ze zijn nu op 300 meter, ongeveer. Dan zou ik hem naar 300 meter moeten zetten. En dan is het midden dan houdt hij rekening met de bullet drop. Dus zeg maar wanneer de kogel naar beneden gaat. Ik kan niet verder inzoomen helaas. Ik kan wel mijn adem inhouden en dan proberen te schieten. En dan heb ik een hopelijk een schot in de roos. Met zijn hart. Maar zijn hart zit op een hele gekke plek bij zo'n dier. Ja, achter zijn rib of zo, of achter zijn schouder of zo? Ja, het is heel gek. Maar, want deze afstand ga ik denk ik niet redden. Ja, ik kan het wel proberen. 250 meter. Kan ik beter 300 hebben, denk ik. Alleen ik heb liever een wat beter schot. Dat ze gewoon hier staan of zo. Hier, dit is net een beetje ongelukkig. Want dan weet ik niet waar ze heen rennen. En ik wil hem eigenlijk meerdere keren raken. Even reloaden. Zo. Oep. Oh, hij maakt lawaai. Is, heb ik wel het goede wapen? Ik heb 2 snipers. Ik heb deze. Ik weet alleen niet wat het verschil is. Eentje schijnt beter te zijn dan die andere of zo. Ik wil nog niet schieten. Ik wil dichterbij. Kan ik dichterbij lopen? Hé, een vlinder. Wat mooi. Het is wel een heel rustig spelletje dit. We zijn ook goed rustig begonnen, dat is fijn. Wat is het doel van deze game? Moet je dat serieus vragen? Moet je serieus vragen, wat is het doel van deze game? Wat denk je dat het doel is van deze game? Ik laat jou een gok doen, ja? Ik probeer jou zelf te laten nadenken. Noah? Ik denk dat het bedoeld is om zoveel mogelijk sterren te halen. En dan kun je de prinses redden uit het kasteel. Denk je niet? Ik denk dat dat de bedoeling is. Oké, even een natte broek. Ben ik gewend. Let's go. Het uitroeien van dieren. Dat is het doel. Ja. Alle dieren moeten dood. Dat is het doel. Nou, het doel is om natuurlijk je huis te vullen met allemaal verschillende soorten dieren die hier leven in dit landschap. En er leeft hier van alles. Even kijken, kan ik zo een beetje hier in de bosjes? Ja. Ja, dit is een mooi shot. Yo. Wacht even, ik heb me net een schot bijna. Ik kom nu heel dichtbij. Oké, schiet. Wacht. Ik schiet. Nu. Oh! Raak! Nog! Ah, kut, die was mis. Raak weer! Raak nog een keer! Nog een keer! 4 hits! 4 hits! Nog 1 hit? Kan nog. Oh ja, nog een hit! Ik heb hem echt 5 keer in zijn reet geraakt. Daarnaartoe. Yo, Don, what's up? Hey man, wacht even. Ik heb even Jasper, kijk even je PM. Oké. Als je die even kan scannen, dan... Let's go. Of je inlog dingen gaat... Ja, ik moet even op het account van Jasper, Knol. Want? Ja, die tutorial, ik kon gewoon herdkillen, bro. Het lukte gewoon niet. Jij hebt geen geduld. Wacht even, ik hoor je even niet. Nee, dat dacht ik al. Waar zijn ze? Hier. Hier ligt bloed. Analyseer het bloed. Bloedcolor pink. Pink. Oké. Damn, daar zo. Daar is hij. Hoe ver is hij al? Oh, hier is hij. Niet. Hier ligt bloed, hier ligt bloed. Gast, ik heb deze guy 5 keer geschoten. Hoe is hij niet dood? Lukt het, Jasper? Oh, ja. Hier? Het ook al mijn, weet je... Nee, Ja, wacht, ik check nog even. Waar? Via disk doet het niet. Waar is hij heen gegaan? Hé? Ik kan ook een beetje doen zoals jij het deed. Oh, hij is veranderd. Oh, ja. Je moet hem nu scannen. veranderd. Okay. Hier. Nee. Nu. Je app. Ja. Don kon die beesten gewoon niet raken. Was dat het? Ja, bro. Je moet je zeroing wel goed instellen, hè? Ja, ik heb hem. Daar ligt hij, daar ligt hij. Hé, hey Don, als je inzoomt... Ik zet erin. Yo. Hey, jongens, veel plezier, hè? Doe je niet mee? Ja, kan niet, hè? Oh, door Don. Ja, bro, door mij? Ja, hoezo? Bro, door mij? Ik heb een uur lang dat hert proberen te killen, bro. Het lukt gewoon niet. Ja, ik moet zeggen, er is ook geen hert in jouw wereld. Ik heb net een half uur rondgelopen en ik heb geen hert gezien. Hij heeft letterlijk op mijn account ingelogd, ook geprobeerd. Het lukt gewoon niet, bro. Dan moet je de moeilijkheidsgraad wat lager zetten. Die staat op het laagst. Oh, bro, het lukte gewoon niet. Maar hij kan nu ook op mijn account nog even proberen en dan ons joinen. Maar ik dacht, anders is onze stream naar de kut. Snap je? Ja, ik snap je. Oh, ik heb deze guy 5 keer geraakt, hè. En hij ging echt nog steeds niet dood. Maar ik moet me nog wel even omkleden. Hier is zo hard. Omkleden? Ja, ik heb ook een outfitje. Oh, lekker man. Dus ja, zit jij nog op mijn account? Of moet ik even nieuwe? Yeah. Oké, ik heb een... nou jij moet me zo even inviten. Ik ben heel even zo terug. Ik ga even omkleden, ja? 2 minuten. Ja. Invite jij mij dan? Ik weet niet of dat kan. Weet ik ook niet. Nou. Misschien kan je mij joinen. Maar... Wie is jij? Op jouw account? Ja, hè? Ja. Nee, je moet Jasper inviten. Oh, dat ben ik. Jasper zit op mijn account. Dit is echt raar. Ik had nooit verwacht dat het moment zou komen dat wij Don Kaaklijn, de nummer 1 FPS shooter van Nederland, gewoon niet iets kan laten raken. Ik heb geraakt, hè? Geloof me. Ja, maar dan moet je hem volgen. Dan moet je het bloed analyseren. Dan moet je hem volgen. Dat heb ik ook gedaan. En er stond Animal is alive. Mooi. We zo terug. Yo, Jellybean. Dankjewel voor het lid worden. Welkom, Jellybean. Thank you very much. Ons geluid moet iets zachter. Oké. Staat hij weer te hard? Dat zou niet de eerste keer zijn. Zo. Even naar mijn auto toe. Waar staat hij? Daar. Oh, wacht. Hier is een vraagtekentje. Wat is dat dan? Nou, dan rijd ik zo wel even heen. Don is beter in Fortnite. Ja, dat zal wel dan. Oké, thanks voor de tips, chat. Ik heb Don wat zachter gezet. Ja, want kijk, hier zie ik zelfs sporen. Die gaan wel die kant op. Oh, dat is een badger. Rechtsboven. Animal species badger. Die gaan... Wat is dit dan? Een fazant. Huh. Oké. Die moet ik ook nog hebben. Een fazant. Kijk of ik hier ergens een fazant spot. Als dit een plek is waar veel fazanten zijn, kan ik die ook meteen meenemen in mijn encyclopedie. Ik zie hier even geen fazant. Dit is een lastig spel. Dat is niet. Maar anders kan ik het ook niet. Als het lastig is, zou ik het ook niet kunnen. Het is een rustig spel. Je moet de rust nemen. Ik stuurde Don al een voice clip van... Yo, laat je vriendin je masseren of zo. Kom tot rust als je deze game speelt. Je moet de rust pakken. Je moet relaxed ermee omgaan. Oké, daar is mijn waggie. En misschien fazanten bij mijn auto. Ik zie hier geen vogels. Ik ben ready, gast. Mooi. Daar vliegt er een. Oh, dat is een valk. Hallo? Hi. Oh, hallo, sorry. Ja, ik had gemute. Sorry, hi, hallo. Ready, gast. Ja, mooi. Kun je mij proberen te joinen? Find server. Nee, je moet echt een server hosten. Ja, dat doe ik ook. Oh, hoe heet jouw server? Maar ja, ik heb een private staan, dus misschien... Werkt dat dan niet of zo? Ik kijk of ik jou kan inviten. Maar ik kan jou namelijk niet inviten. Milan, Way of the Hunter, join game. Gaan we. Ik dacht misschien als ik een private doe, dat alleen vrienden kunnen joinen. Maar volgens mij, ik ben aan het laden, gast. Ja. Ik ben gewoon in je game, denk ik wel. Volgens mij ben je erin, ja, want ik zie nog een auto. Ja, ik zie je. Kan je naar mij toe komen? Ja. Even terug naar die Osso. Nee, ja. Ik heb een auto, dus ik rij wel naar je toe. Ja, gast. Radiootje aan. Lekker muziekie. Oh, boompje. Daar gaan we. Is het eigenlijk copyright-free muziek? Dat weet ik helemaal niet. Ik ook niet, gast. Nou, ik doe het wel uit. Ik weet het namelijk niet. Bro, ik ben dood omdat er zo'n rendier door me heen rent. Je bent dood? Door een rendier? Gast, ik heb helemaal smink gekocht voor deze kut, sorry bro. Ja, ik niet. Heb jij geen smink? Nee, zo werd ik wakker vanochtend. Hoe zit jij er eigenlijk bij, gast? Ik ga je even op. Oh, is het even fit check? Ja, ik ga jou nu even opzoeken. Waarom heb ik alleen zwart beeld? Moet je even je beeldscherm aanzetten, aan? Ziet er goed uit, Knol. Ja, bro, ik heb een heel oudje, hè? Wacht, ja. Doe even fullscreen voor je. Eens kijken. Ja, ik ben alweer weg, ik ben alweer weg. Nou, dit is ook weer zo gemeen van jou. Nee, dat doe ik niet expres, maar ik ben alweer gewoon weg. Ja, is goed. Doe maar zo dan. Ja, we praten via Discord. Nou, Kaak is ook live. Als je iemand mis wil schieten, dan moet je dat even kijken. Ja, Knol zit op YouTube en ik zit op die paarse website. Ja, ik mag het niet meer zeggen. Het verboden woord. Het verboden woord, maar ik zit op Twitch. Hey, kan waar blijf jij, gast? Trap eens door. Bro! Ik ben er al. Nee, toevallig. Je hebt hier zelf een auto, hè? Ja, maar ik kan toch bij jou gewoon erin? Ja, dat mag ook. Moet zelf gaan rijden. Ja, dat mag ook. Ja, het milieu, gast. Kijk al die bomen, die wil ik... Zogenaamd vrienden. Ik wist... Sorry, ik wist niet dat dat kon. Ik heb zoveel geluk dat ik je niet dood kan schieten, bro. Want elke keer als ik op je richt... Sorry, ik wist niet dat dat kon. Sorry. Nee, bro. Rij normaal, bro. Fijn dat je erbij bent. Fijn. Oké, waar gaan we heen? Zullen we op de fazant schieten? Ja, fazanten? Ja, fazanten. Kunnen we niet gewoon herten aanrijden? Dan hoeven we ze ook niet te killen. Ja, dat kan, maar dan kun je hem niet opzetten. Ik moet echt even... Jezus, Jasper, je echt tering hard staan. Oh, kut. Oh, kut. Je hebt je haarlijn gematcht van real life, zie ik? Wat, in de game? Ja. Ja, klopt. Ik ben zo'n opa ook. Okay. Zeker. Dat was de enige met blonde haren. Nou, blond, grijs. Beetje hetzelfde. Oh, kut. Ga je iets harder zetten op Discord. Hoor. Praat eens. Hallo, test. Ik praat. Hallo. Kijk, hier heb je een hert. Oh ja. Oh, kut. Snel. Schiet hem. Schiet hem. Nice. Dat was raak. Goed. Ja, en of die raak was, bro. Goed. Rij hem achterna! Ja, stel. Kom erin. Ah, kijk uit. Ja, kom erin. Ik kan niet instappen. Ja, ga. Rij. Dit is niet hoe je hunt, maar goed. Jawel, joh. Nee. Ik heb voor zijn anus geschoten. Waar is hij? Ja, weet ik niet. En is hij daarheen is gelopen. Naar rechts. Ik heb hem echt vol in zijn reet geraakt. Ja, maar je moet hem in zijn hart raken. En dat zit daar. Ja, ik zie hem. Rijden. Eén van deze is het. Rijden. Fuck. Dit redden we. Bro. Dit redden we. Goed. Oké, hier stap je uit. Zometeen, wacht even, Als ik zeg ja, stap je uit. En dan moet je hem vanaf daar nog een keer schieten. Ja, ja, ja. Maar welke dan? Van de 8? Ja, kies één. Hier. Dit is een goede spot. Ga je die schieten? Weet ik veel. Goeie. Waar, bro? Voor ons. Hoeveel is die? 290? Ja, dat is toch veel te ver, bro. Bro, dat is... Ja, die inderdaad, die. Oh, ik heb geraakt. Ja, lekker bro, Kom, die auto. Snel. Go. Wat een schot. Dit is niet hoe je hunt, bro, maar goed. Jawel, bro, dit is een nieuwe manier van hunten, bro. Ja. Dit is rapido hunten, is dit. Maar waar is dat joch nou dan? Pieteren hunt. Ja, hier raakt hij me ergens, toch? Ja. Dan moeten we even bloed analyseren. Oh, hier ligt bloed. Ja, heb je bloed? Hier. Analyze. Ja. Welke kant? Impute is clear. Medium amount of blood. Hij gaat die kant op. Je kan de auto pakken, dan loop ik wel. Oké. Ja, die kant op. Ik kan niet in jouw auto rijden, bro. Wat is dat nou weer voor shit? Oh, dat is dom. Nou, dan loop je achter hem aan. Ja, ik ben er. Ja, deze action is not allowed elke keer als ik op Milan richt. Oh, hij gaat hierheen. Ja, daar ligt hij. Ja? Of niet? Oh nee, ze zijn er nog. Hey. Hoe is hij niet dood, bro? Ja, dat snap ik ook niet. Ik weet het niet. Hij moet toch op een gegeven moment... Misschien dat doodbloeden, dat duurt lang, hè, voor zo'n beest. Ja, hoeveel bloed zit er in een hert? Kan iemand dat even googelen? Ja, het is een van die. Maar ja, ze rennen weg nu omdat ze ons horen. Omdat wij waarschijnlijk sprinten. Of ik het tenminste. Oké, misschien kunnen we... Of niet sprinten, dat is beter, denk ik. Ik zag een Belg met ook een muismat. Helemaal. Oké, wacht. Bloedspoor leidt daarheen. Wow. Wat schiet jij op? Ja, er staat er eentje achter die berg. Hier. Oh. Weer geraakt. Oké. Rustig. Hoe gaan ze niet dood, bro? Je raakt ze niet in het hart, omdat je... Ben je wel aan het zeroen? Ik schiet gewoon op gevoel, bro. Doe ik op kot ook. Ja. Gewoon op gevoel. Ik schiet al die beesten constant in hun anus, bro. Dit is geen kot. Oké. Dat heb ik ook al gezegd. Dit is geen kot. Ja, hij had me al geappt. Het eerste wat hij me appte was, bro, het is geen kot. Je moet echt even kalm doen. Oké, hier is bloed. 60 liter ongeveer. Bloedcolor. 60 liter. Analyze. Medium amount of blood. Ja, want je weet ook niet of je een orgaan hebt geraakt. Kijk, als je een orgaan hebt geraakt... Geen idee. Dat zou goed zijn. Dan gaan ze nog sneller dood. Ik zie hier bloed. Waar gaat het heen? Daar gaat het heen. Daar. Oh, daar. Oh, ik moet eigenlijk niet gaan sprinten. Volgens mij moet je gewoon met C... je moet gecrouched lopen. Dat is het best. Je kan wel gewoon normaal lopen. En dan als je ze ziet, zoals daar, dan moet je crouchen. Zie jij ze? Ja, ik hoor ze. Ze zitten achter deze berg. Okay. Daar gaat ook het bloed heen. Okay. Dus we moeten nog iets verder. Ik heb toen alleen Call of the Wild gespeeld. Daarna was het wel echt zo van... Als je een dier echt gewoon raakte, dan ging in een van zijn organen ging hij vaak wel dood. Ja, klopt. Hoor je ze hier beneden? Hoor je hem gillen? Ja, ik hoor hem, maar dat is hem niet. Oké. Misschien moeten we ook tegelijk schieten. Wat vind je daarvan dan? Ja, dat vind ik goed. Oké. Goed idee. Kijk, ik heb er al één geschoten. Ik heb er al één in mijn huis staan straks. Ja. Yeah. Dus deze is voor 100% voor jou. Kijk, hier omhoog. Oh nee, niet. Ook niet. Wat de fuck? Wat loopt hier raar? Is hij wel naar beneden? Heb jij je Hunter Sense ook aan? Maar wat? Je Hunter Sense. Ja, maar ik deel het dan. Wat is dat dan? Dan druk je op Q. Oké. Maar hij bloedt nog steeds, bro. Ja. Ik zie hem. Oké. Ik ben nog achter jou, hè? Oké. Ik kruip nog achter je. Ze bewegen. Oké. Ik weet niet of ze me hebben gehoord. Daar zie ik een stukje bloed. Je moet hem gewoon goed proberen te raken. Oh, ik hoor QC boeren rechts van mij, bro. Ja, kom maar. Hoor dit. Zo. Ja, hier voor ons. Is dat hem? Ik weet niet of dat hem is. Ja, dat is een lokroep van een mannetje. Ja, hij is geil, bro. Hij heeft er zin in. Niet genoeg smink, ze zien je nog. Oh. Oh, er ligt hier zoveel bloed. Overal. Die guy is helemaal, helemaal hem gegaan. Bro, ik ben dood. Want die gaat hij weer omhoog. Hoezo? Weet ik niet. Ja, dood. Ik ben gewoon ineens dood. Hoezo? Weet ik veel, ik loop en ik ben ineens dood. Hè? Bro, ik liep gewoon. En ineens ging... Bro, en ik ben ineens dood. Een hertenval? Nee, toch? Je viel van een steen? Bro, die steen was 10 centimeter hoog, bro. Waar heb je het over? Figo, hoe kan dit? Jij speelt deze game... Bro, ik ben ineens dood, bro. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, weet ik ook niet. Iemand zegt, je kreeg een hertaanval. Je kreeg hem helemaal. Hé, hey, Jasper is er ook, gast. Dat duurde maar een uurtje. Jasper is er ook. Ik kan eigenlijk weer terug op mijn eigen account. Dus ja, ik zie kaak staan. Ja, daarom. Ik zie al jullie namen verkeerd om. Jasper, kom in mijn auto. Waar ben je? Hier. Ik ben bij de huis, hè? Ja, hier ben ik. Kom. Bro. Ja, als je valt ga je dood. Maar dit is wel glitchy, hoor. Goh, bro. Ik viel niet eens. Ga je nog instappen, Jasper, voordat ik kwaad wordt? Ja, als ik je zie. Bro, wat? Ja, ik zie hier een lege auto. Hier zo. Oh, ik ben dood. Echt? Ja. Hoe dan? Ton rijdt over je heen, sowieso. Wat? Zie je me nu wel? Oh, misschien zag ik die bloedsporen door elkaar inderdaad, omdat... Ja, nu wel. Jij meerdere had geraakt, Kaak. Maar ik zie die auto niet. Dat moet het zijn. Je ziet die auto niet. Nee. Ik heb wel een auto hier. Zie je die auto? Oké, dan gaan we wel met jouw auto. Want ik zie jouw auto wel. Goeie game weer uitgekozen, Knol. Niet buggy, hoor, die game. Ik loop gewoon, ik ga dood, bro. €40, hè, deze game. €40. €40. Wacht, ik heb geen geweer. Ja, die moet je even uit de stash pakken, bro. Oh. Dom, joh. Wel echt, jongen. Ja, ik heb dus wel één ding geleerd. Je had de verkeerde gun vast, Don. Oh, hij heeft die grandma rifle nog. Ja, nee, de grandpa is de goeie, maar die andere kan maar tot die 100 meter schieten. Ja, je moet degene met dat hout hebben. Die schiet ver. Oh. Bro, ik dacht je moet een Remington hebben, bro. Maar die is alleen voor die dassen dan of zo. Ja, die is voor 100 meter afstand. Tyfus, bro. Dat is waarom ik die kuthead in die dood kreeg. Oh. Bro. Is mij wel gewoon gelukt. Oké, man. Boeit niemand. Nou, ik kom eraan. Ik lul ook maar wat. Ik heb geen idee, gast. Dus ik heb de hele tijd met de verkeerde gun. Oh mijn god, bro. Ik zit erin, ga. Ja, ik weet alleen niet waar Milan is, gast. Bij water. Dan te ver. Nee, dat lijkt zo. Zo groot is deze map, bro. Ja, deze map is echt heel groot. Het is een beetje GTA 5 map. De ring. Ik kan alleen geen bank over. Lisa zei dit nog, ja. Lisa heeft ook niet meer gepraat sinds ik... Lisa zei dat je moet dichterbij. Toen op een gegeven moment zeg ik, als je dat nog één keer zegt, dan gaat... Dan het enige waar jij dan dichterbij komt is een ban. Oh nee, ze is er nog. Ze vindt me nog lief. Fuck, man. Ik was even bang dat Lisa weg was, man. Love naar Lisa. Ja, wij zijn onderweg met de auto. Ik hoop niet dat ik random dood ga, hoor, door een takje of zo. Ja, Henk, die afleveringen die komen nog. Oh, maar je rijdt allemaal dassen over, bro. Zielig. Komt een hertje kant op. Er komt een hert hier. Oh. Waar? Rij wie aan? Hier. Nee, niet bij Araya! Fucking gek, jongen, dat je bent. Maar hij ligt hier dood. Ik zag jouw auto niet. Hoe bedoel je? Ja, zag mijn auto niet. This harvest doesn't belong to you. Nee, het is voor mij. Heb ik zelf doodgereden. Wauw. Nou, dit wordt een APK'tje hoor, want dit is niet goed. Dan pakken we die van Milan, die zie ik nu al. Ik zou met twee auto's gaan. Okay. Twee auto's, bro. Zal ik wel doen. Milan. U is commando? Nee, ik ben jager, pap. Mijn vader zit in de chat te vragen of ik ook commando ben. Ik ben aan het jagen, pa. Ik ben aan het jagen. Oké. Fazanten moeten we hebben, fazanten. Fazanten? Ja. Ik jaag liever op herten. Fazant is zo treurig. Nee, want die hebben we nog niet gehad. Is er niet een of andere dikke beer ook ofzo? Ja, die heb je ook wel. Ja, hebben we niet een gekke grizzly of zo die we maar waarom wil je meteen het hoogste? Je moet eerst proberen te raken dat je een fazant kan raken. Bro, ik raakte net een hert op 300 meter afstand, bro. Ik weet niet waar jij het over hebt, hè? Maar heb je hem? Nee. Nou. Mijn vader zegt op muizen. Grappig, pap. Leuk. Hierin. We gaan hierin zitten? Ja, we gaan hierin zitten. Met z'n drieën. Hier, een hert. Wil je hem al schieten? Dan mag je dat doen. Succes. Zo. Ik heb er één. Oh. Kut. Oh, nou, alle fazanten zijn alweer weg. Jullie spelen dit alsof jullie kot aan het doen zijn. Stop eens. Oh, is het ik? Oh. 360! Oké. Kom. Ja, nu kan je... Als je nu naar boven gaat, what's the point? Wat? Omdat daar die fazanten al weg zijn. Alle dieren in een cirkel van 1 vierkante kilometer zijn allemaal verdwenen. Bro, wacht even. Ik refresh even hier. Ik hoor ene Milan Knol zeggen... Nou, hier een hert voor je als je nog wil schieten. En dan schiet ik en dan gaat hij zeiken. Dat was sarcastisch. Oh mijn god, bro. We gingen toch op fazanten aan jagen? Ja, oké. Heb ik daar nou niet weer die andere gun voor nodig? Ligt eraan hoe ver die is. Ook niet. Hier, daar zit een fazant. Ja, daar zit een fazant inderdaad. Oké, wacht. Laten we tegelijk schieten. Ja, ik zie ze nog niet, bro. Voor je neus, gast. Het is echt een pixel. Je moet even met verrekijker. Waar zit hij dan? Daar, voor je neus. Ja, in het veld. Ja, ze lopen daar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ping even dan. Hoe ping je? West 260. 108 meter. Oh ja, ik zie hem. Nice. Oké, kies er gewoon één uit. Ja. Gebruik de rechtsboven de shot-analyse. Dan zie je 100 meter. Dan klik je de 0 in op 100 meter met je beltoetsen. Ja. Oké, adem inhouden. Ja. Kies 1. En schiet! Ah, we hadden 300 schieten! Hebben we nou alle 3 gemist ook? Nee, alle 3 op die ene. Die ligt daar nog. Oh mijn god, bro. Hoe gaan we eten van één kutvazant, bro? We moeten toch gooien. Hoe krijgen we het voor elkaar? Er zijn 38 fazanten daar. We schieten allemaal op diezelfde. Ja, iedereen pakt gewoon de middelste, bro. En die was ook een beetje rooiig of zo. Ik ga daar naartoe. Bro, niet klippen, chat. Niet klippen. Fuck. Bro, dat hele beest is doorzeefd, bro. Alsof we dat beest bewerkt hebben met een minigun, bro. Ja. Waar ligt hij? Daar ligt hij. Nou, ik ben benieuwd van wie die is. Ja, wie zal de vitale shot hebben geraakt, hoor? Ja, jij bent ook aan het bunny hoppen, Kaak. Stop nou. Nee, dat is Jasper. Bro. Oh, Jasper, stop. Analyze. Van wie is die? Weet niet. Harvest doesn't belong to you. Oh, misschien van jou, Jasper? Ik denk dat van mij. Nee. Ja, ik kan hem wel analyseren. Ik zie een kogel door hem heen gaan. Ja, en kan je hem ook taxidermy doen? Bro, waar zijn jullie nou ineens? Ik kan hem niet taxidermyen. Dan heb ik hem. En jij bent hier niet. Nee. Jij bent onzichtbaar nu. Ik zit in dat hok. Oh ja. Oké. Nou, dan kom ik er wel aan. Dan ga ik hem wel pakken. Ja, dat is stom. Jasper was ineens weer onzichtbaar ook. Mooi man. Dan was ik de betere. Daar komt het weer op neer. Je schoot gewoon als eerst, triesteling. Jij zei op go en dan is er zeg maar een soort van delay. Ja, als jij go zegt, dan klik jij. En dan moet het bij ons op Discord nog binnenkomen en dan klikken wij, snap je? Ah joh, tuurlijk. Er is toch helemaal geen delay in deze game. Dat event is het niet waard? Call of Duty. Oké, maar als ik het goed begrijp, Jasper is Kaak en Kaak is Jasper in game. Oké. Ja, we moeten het even omdraaien. Ja, waar is dat beest? Ik ben hem kwijt. Oh, daar. Druk op Q en sta stil. Ja. Zie je het. Ja, ik heb Q gewoon ingedrukt. Dus Harvest doesn't belong to you. Dan is hij wel van jou. Nee, ja, hij belongde ook niet naar mij, ja. Dan is hij voor jou, Jasper. Ja, maar ik kon hem niet taxidermieën. Maar je kon er wel in. Nee, maar misschien kan je hem niet taxidermieën omdat je hem niet netjes hebt vermoord. Dat hij te veel kogels in zijn lichaam heeft. Maar kon jij in dat menuutje? Ja, dan is hij voor jou. Ja, want ik kan niet eens in het menu. Maar ik zeg dat ik kan zien hoe die kogel erin gaat. Ja, dan is hij van jou. Dan is hij toch van jou? Oh. Ja. Omdat hij doorzeefd is, kan je hem niet taxidermieën. Daar gaat hij. Ja. Heb je hem verkocht? Ja, getaxidermied. Nu kon het opeens wel. Oh, er is hier nog iets. Gewoon een bug in de game. Er is hier nog iets. Niet rennen, niet rennen. Er is hier nog een dier. Ik hoor iets. Hoor je dat? Het is een gans of zo. Ja. Oh, hiervoor, hier. Hij heeft verstand. Schiet hem uit de lucht. Pak hem, pak hem. Ja. Fuck. Oh, nog één. Daar. Kleiduif schieten dit. Oh. Van die afstand. Vanaf daar schiet Kaak helemaal naar. Passant. Maar hoe was ik hem raak, hè, bro? Stel ik raak. Er lopen er ook herten, hè, verderop. Maar laten we de wakkies daar staan. Ja, daar. Wacht, ik zie er één. Wacht even. Ik wil er ook eentje hebben. Yes, ik heb hem. Fuck yes. Oké, ik ga mijn verzand halen en dan gaan we naar de waggie en dan krijgen we wel verder de map in. Gaan we even een ander dier jagen. Wat een schot. Is het een nieuwe duck hunt? Gaan we nu een waggie pakken of wat gaan we doen? Ja, je kan alleen niet... Ja, we gaan een waggie pakken denk ik en dan verder rijden. Nice. Goed schot. Oké, ik kon wel taxidermy doen. Nice. Oké, cool. Oh, huh? Die is nu hier bij mij. Is dit Kaak? Ik, jongen. Je moet het gewoon omdraaien, bro. Ja, ik word toch in de war als ik toch die naam zie. Hoe vaak moet ik het nog zeggen, bro? Je had gewoon, je eigen account. Je doet net alsof we bij 10 man zijn, bro. Niet leuk, doe je. Niet leuk. Sorry. Nou, weet je wie dit trouwens even niet leuk... Even tussendoor. Ja, dit mag iedereen wel weten. Ik ga je nou exposen. Weet je wie dit niet leuk doet? Nou. Ben ik aan het barbecuen bij je broer? Ja? Ja. Het enige wat ik zeg is... Hey, wil je even mijn nieuwe auto zien? Wil je even... Zal ik even langskomen? Hij zegt, nee, ik ben druk. Oh, met wat, bro? Je kon niet even 2 minuten naar de auto kijken van je beste vriend. Kon niet. Je kon niet even naar buiten komen. Van, oh, mooie auto, Kaak. Ik ga wel weer naar binnen, want ik ben bezig. Kon niet. Nee, dat kon niet. Oh ja, oké, dat kon niet. Nee, want zeg maar echte vrienden gaan eerst naar hun eerste echte vriend en niet naar de broertje. Ja, dat vroeg ik ook al! Voor de views. Oh. Dus daarom niet. Goed, kunnen we weer verder? Stond als eerst bij jou voor de deur, niet bij Knol. Bij Enzo bedoel ik. Ik heb geen ring gehoord. Geen ringdeurbel. Nou ja, ik durfde niet aan te bellen, want jij wordt altijd kwaad. Ja, tuurlijk. Wie staat er voor mijn deur? Krijg je dat weer te horen vanuit die achterkamer. Ik heb wel expres je hekje opengezet. Oké, thanks. Maar wacht even, we moeten stil lopen, ja? We moeten stil lopen, omdat anders alle dieren wegjagen. Maar we rijden hier wel met een V8 Jeep door de hele tyfuszooi heen. Oeh, leg die even uit dan. Ja, je moet toch wel van A naar B komen. Ah ja. Even kijken wat we hier hebben. Michael's Clearing. Dat is hierboven. Zullen we even naar Michael's Clearing? Ik weet niet wat voor dieren we kunnen jagen hier, maar... Het is eigenlijk ook niet de bedoeling om dit met de auto te doen. Maar goed. Wie ben ik? We zijn echt heel lang aan het lopen. Oh. Wat moeilijk, bro. Je ziet... Oh, ik zag die kerstboom niet, sorry. Kerstboom? Ja, ik weet niet hoe zo'n boom heet. Daar doe je toch altijd gewoon slingers in? Is hier een hunting lodge of iets? Maar het plan is dus, we zoeken een hunting lodge. Ik maak het me dan gaan we erin zitten. Trekken we even. Ja, je dacht dat ik een TIA kreeg, hè? Ja, ik dacht even dat ik kreeg een beroerte, jij. Ja. En dan gaan we daar dus in zitten, bammetje erbij. En dan even wachten, tot er een hertje langskomt. En dan 3, 2, 1 en dan rachen. Ja, dat is de bedoeling. Ik zoek even een plek waar we kunnen zitten in zo'n hok. Ja, dat snap ik. Dat is een hunting lodge. Ja, dat. Wel een vette game. Oh. Oh. Woutje. Zo. Hé, hey, een brug, gast, ziek. Ja, dat is wel vet. Dat is wel vet. Misschien vanaf daar. Vette game, hoor. Vanaf die brug. Ja. Hoor je? Ja, je hebt hier een ander soort type land volgens mij, dus dan heb je ook andere soorten dieren. Oh ja, omdat dit is wat meer besteend. Nee, je hebt... Wat is dit voor soort land? Fika Vega, die zegt tegen mij... Die zegt tegen mij... Zo'n hok werkt alleen voor vogels en zo. Oh, oké, Fika, wij willen de grootste grizzly ooit. Waar moeten we heen? Voor de grootste dieren? Oh, mule deer. Hier is ook een hert. Ik heb ook weer twee gannoes. Een hert heeft hier gegeten. Oké. Okay. En ik hoor ook een vogel. Iemand in de chat zegt, dankzij jou heb ik 10% korting op mijn matras. Bedankt, man. Zwarte beren zijn er, zegt iemand. Ja, maar waar? Maar waar? Ja, almost daar. Gaan gedaan, bro. Met welk merk? We rijden wel even naar een andere locatie. Wat hoger op de map moeten jullie dan gaan. Kortingscode bij de Emma. Oh, graag gedaan, bro. Dat was heel lang geleden. Of heb je dat pas nog gedaan? Werkt mijn code nog? Zie ik? Oh ja, dat is een dennenboom, heet die boom. Ja, een dennenboom, bro. Maak af. Oh, dennenboom. Oh, dennenboom. Wat zijn je takken, Jasper? Wonderschoon. Ik heb je laatst in het bos zien staan. Toen zaten er... geen knoppen aan. Oh, dennenboom. Houd op het spoor hier. Het houdt het spoor op. Ik moest wel. Iemand heeft gisteren nog mijn kortingscode bij de Emma Sleep gebruikt. Terwijl ik een half jaar geleden van hun een keer in bed heb gehad. Wat ziek. Nou, wat fijn dat hij nog werkt dan. Ja, bedankt. Jasper is stil. Ja, hij is gewoon een stagiaire er. Volgens mij was de Emma Sleep ook in Boos. Oh ja, echt? Ja. Dus goede reclame. We gaan niet goed. Nee. Waarom lijkt dit ook zo, bro? En waar is Jasper? Ja, ik zie jullie auto niet, dus ik zit op Milan's stream te volgen waar jullie heen rijden. Oh echt? What the fuck? Ja, ik zie hem ook niet. Ja, jullie horen hem wel, maar dan moet ik hem even wat harder zetten. Jasper, praat eens. Yo, yo, check 1, 2, 3, check, ja, Jasper check. Heeft ook gewoon zo'n zielige beta-stem. Wat betekent dat? Ja. Maar wij hebben toch niet... Heb ik 40 euro voor deze game betaald? Dat was toch de aanbieding? Ja, hij was 50%. 20 euro's hebben wij hiervoor betaald nu. Ja, is te doen. Ja, dat vind ik, oké. Okay. Ik heb het nog niet terugverdiend, maar het is leuk. Jij niet? Ik wel, hoor. Stuur maar tikkie. Ik word duizelig van die lag in de auto. Ja, ik zeg, we zoeken even... Ga helemaal een hoge berg op of zo, Knol. En dan zetten we daar die auto voor stil. Ja, dat is goed. Kijken. Ik zie alleen geen bergen meer, dat is een beetje helemaal ding. Links, bro. Links. Oh. Oh, dit is een mooi meer, bro. Ja, dit is wel een mooi plekje. Kunnen we ook vissen? Nee. Bij het moeras zijn de beren, zegt iemand. Ik ben niet met Knol ook, teer ik goed. Kut. Bij het moeras, ja. Respect. Even kijken, hoor. Ja, Koos, je bent de man of the people, bro. Dankjewel. Dit is hoog, maar het gaat daar nog een stukje hoger. Wil je nog hoger? Ja, we moeten nog hoger, bro. We moeten naar de top, gast. Ik weet niet of daar een top is. Kijk waar Jasper ook heen rijdt. Hij zegt, ik volg jullie op de stream. Kijk. Yo, op mijn minimap rijd ik nu recht op jullie af. Kijk dit. Je moet echt zien wat ik zie, hè. Kijk dit. Man, zit gewoon een Jericho, bro. Kijk dit. Kijk op de map. Ja, waar ben jij, bro? Ik stap even uit. Zie je waar Kaak nu is? Ja, nu wel, ja. Wacht hier maar even op hem. kan jouw band niet lek schieten. Zie je die vogel hierboven, Knol? Let op, die adelaar? Nee. Oh, wat scheelt het zeg. Is dit Warzone 3? Ja, dat is nieuw. Nieuw perk unlocked, like a ghost. Een wolf, een wolf! Waar? Noordwest 315. Oké, kruip. Hij hoeft hier nog niet te kruipen. Hij spookt. Nou ja, ik schoot het. Fuck. Ja, logisch dat hij spookt is, want jij wil wel een valk raken die gewoon 400 km per uur kan. Female wolf. Hoor ze niet meer? Ja, ik denk dat ze weg zijn. Je moet ook gewoon rustig bewegen, Knol. Dat is het belangrijkste, man. Ja, als jij gewoon niet elke haverklap schiet om alles wat je ziet bewegen. Bro, je moet toch testen of die gun het doet? Dat heb je de hele tijd al gedaan. Dat kon je ook de hele tijd doen. Ja, maar bro, dadelijk is het moment supreme en dan blokkeert me Ganu. En dan? En dan is er nog een andere maat die dat dan al voor je overneemt. Ja, je hebt gelijk. Ik pak even mijn verrekijker erbij. Nee. Ik zie het. Bro, jij bent gewoon schil, bro, in-game. En wat is die GoPro die je gestrapt hebt op je voorhoofd? Is dat om die haarlijn te verbergen, of wat? Ik weet niet hoe ik eruit zie, maar bedankt. Ja, goed lelijk, gast. Kijk hem richten, mijn maat. Oh, daar zijn ze, daar zijn ze. Waar? West 285. Ah, ja, ik zie ze. Ik zie ze niet. Nee, je kan ze nog niet zien, maar daar kwam het geluid van. Ze zijn kalm. Dus we zitten achter die berg daar. Wil je daarheen lopen? Ah, ja. Moeten wel kruipen, denk ik. Ja, vanaf hier nog niet. Ik denk dat we er wel... Oeh, ik val van de berg af. Giet de mannetjes met lage sterren, zo kan je dierengenetics managen. Vega, dit is echt nerd shit, bro. Misschien moet je even je tijdje hiermee aan. Dat hoor ik allemaal, bro. Ik speel het gewoon voor de lol. Man komt met hele tactieken over metrics en zo. Maar ik ben toch geen super nerd? Yo, Mike, thanks. Legend. De map is super groot. Met dik niet. Is het een normale editie of de elite editie? Want elite krijg je een grote map. Weet ik veel, gast. Ik heb gewoon gekocht. Weet ik het. Oh, ik hoor politie. Oh. Politie? Oh ja, dat is mijn eigen donatiesound. Alsof er ineens politie hier komt. Ja, daarom ik schrok. Hier, meneer. Wacht even. Yo. Figo. Ik schrok met de tering. Ik denk ineens de politie hier zo. Dankjewel voor die €20 donatie, Figo. Bro, bij mij hangt hij in de lucht. Milan, kijk dit. Huh? Wat hangt in de lucht? Hij zweeft in de lucht. Oh nee, nu zie je het. Oh, bij mij niet. Niet rennen! Bro, ik was jullie aan het zoeken. Jullie zijn dieren aan het zoeken. Oké. Oh. Ja, je kwam al aangetoeterd. Sowieso dat die wolven weer weg zijn nu. Nou, zijn weer weg. Tyfus Jasper, waarom toeter je ook, bro? Dankjewel, Figo van Rupt. Een tackle die tackelde een andere tackle. Die tackle die werd getackeld. Nou, we hebben zelf ook weer gebaard. Tackelde die andere tackle. Zo tackelden de tackles elkaar. Dat is zeker waar. Oh, echt. Thanks, van Rupt. Dankjewel, Figo. Thanks voor je dono. Ik hoor rechts dingen gebeuren. Hebben jullie dat ook? Hier beneden. Kruipen nu. Kruip. Oké. Door een rookje? Nee. Rook is voor losers. Okay, we zijn nu op high ground, dus we moeten ze nu kunnen zien. High ground, hoor. 280 meter, spookt weer. Nou, het komt echt uit Jasper. Ik zie het, ja. Er was eentje heel dichtbij. Ze rennen alweer weg. We zitten achter die boom. Ik kan het niet goed zien. Waarom doen we niet even een bosbrand? Dan kunnen we het zien. Waarom doen we niet even een bosbrand? Ja, kunnen we door de bomen kijken. Ik weet trouwens wel, Knol, dat wij in ieder geval nooit meer gesponsord gaan worden door Stichting Dier, ouwe. Stichting Wakker Dier, moet ik zeggen. Die gaan ons echt niet meer connecten, hoor, na deze stream. Dat maakt me heel weinig uit. Ik hou van dieren op een manier, maar dat is hetzelfde als dat je GTA 5 speelt. En dan een prostituee doodmapt. En dan met je auto er heen en weer rijdt om extra dood te maken. Ja. Dan wil nog steeds elk merk met je samenwerken, hoor. Want je speelt GTA, het is een game, het is nep. Oké. moest wel lachen toen bij die game, die Red Dead Redemption. Ken je die? Ja, ja. Daar had je zo'n vrouw en die ging voor de vrouwenkiesrecht. Ging ze daar zo staan met zo'n bordje. Toen heb jij er helemaal in elkaar getrapt. Nee, maar er was iemand die dat deed. En die bond haar vast aan zijn paard met touw. En ja, was lachen. Toen heeft hij hem aan de krokodillen gevoerd. En toen ging heel internet wild. Tenminste, hè, bepaalde soort mens ging wild. Ja. Yeah. Kan je niet doen. Die ging voor vrouwenkiesrecht. Wat gemeen. Blablabla. Ik denk, bro, het is een game. Wat doe je moeilijk? Het is fantasie. Vrouwen mogen toch ook gewoon stemmen deze dagen? Ja, maar Red Dead Redemption 2 was een game waar dat in die tijd... Ja, dat speelt zich toch ook af in de jaren 1500 of zo? Ja, dat was heel realistisch. Maar omdat die guy dus die vrouw meenam met een touw achter zijn paard en daarna vermoorde, waren ze boos. Van ja, dat kun je niet maken. Ja, stel ja joh. Het is een game. Doe je moeilijk, gast. Het is niet dat ineens alle prostituees of sekswerkers in de opstand komen omdat in GTA alles wordt mishandeld. Jasper is ook nog heel lief aan het kruipen met mij. Jij bent alweer aan het painten met je kut. Ik ben aan het kruipen. Hey, Fika Vega, aangezien je zo'n nerd bent in deze game, hebben we niet kaasblokjes die we ergens neer kunnen leggen, zodat de beesten op afkomen of zo? Of een of andere bepaald soort Axe Deo van die bodyspray? Zo, kennen jullie die guys? Die vroeger op school, bij mij op de middelbare school, er was een groepje guys en die hadden dan altijd Axe Chocolate, bro. Die shit rook muf. Oh, yo. Als ik dat nu, ik denk als ik dat nu nog één keer rijd, krijg ik een TIA, bro. Je kan weer rechtop staan, maar niet rennen. Gewoon normaal lopen, niet rennen. Gewoon lopen. Ja. Axe Chocolate, dat is toch wel de naaste geur. Oh. Je moet zalm in je bilspleut zetten, daar komen de beren vanzelf. Zalm. Hoe zit het met de wind? Anders ruiken ze je. Ja, we lopen zeg maar... De wind rechts beneden. Je moet tegen de wind inlopen. We moeten tegen de wind inlopen, lul. Dus we moeten eigenlijk naar 120 lopen. Kijk hier even, ik analyseer. Ja? Dat is een badger. Badger. Niet dat is geen wolf. Maar we moeten eigenlijk tegen de wind inlopen. Hoezo ruiken? Maar dan ruiken ze jou. Dat kan wisten jullie dat Milan ook Axe Chocolate gebruikte totdat ik hem mijn deo aanraad? En nu weet je dat verhaal nog, Knol? Nee. Sindsdien gebruik je dezelfde deo als ik. Niet liegen, bro. Ik gebruik wel dezelfde deo als jij, ja. Maar wat ik voor deo gebruikte was echt gewoon alles wat in handbereik was. Ja. Ook vrouwen deo. Die gewoon BD40 onder zijn oksel. Ja, dat kan. Het maakte mij niet uit. Als er deo op stond, dan deed ik het. Dat maakte me niet uit. Je kan van die fluitjes gebruiken om ze te lokken. Hebben jullie een fluitje al? Nee. Nee, die kon je kopen in de shop. Dat heb ik wel gezien. Oh. Oké. Laten we terug naar de auto. En want hier kun je badgers vinden, maar geen beren. Dus moeten we even wat verder, denk ik. Maar je beseft dat... Nou, we moeten gewoon met z'n drieën in jouw auto dan. Want die auto van fucking dingen is dat... Ja, die is even gebukt, dus dan doen we dat wel. Als je Google Wiimote opzoekt, kan je dit spel modden. Ja, leuk man. Leuk. Cool. Vet. Gaaf. Zin in. Zin om dit spel te modden, bro. Ja, wat kun je modden dan? Zin om 88 beren te spannen en een minigun. En dan een soort van Tony Montana uithangen hier. Zin in. Gaan we nu naar de goede auto? Heb jij Park Mobile aangezet? Gaan we in mijn auto of in Jaspers auto? Thanks man, botje. In jou, hè? Kan jij mijn auto zien, Jasper? Ik zie nu geen auto, maar ik zie wel een auto op de minimap. Op het map. Okay. Ja, waar we nu heen lopen, toch? Ja, maar ik zie nog geen auto staan. Nou, ik weet niet. Ja, Niels zegt al echt de hele tijd bij het moeras zijn er beren. Maar Niels, ik weet niet waar het moeras is, bro. Ik bedoel, kijk op de map. Waar de fuck is het moeras? Dit is een waar we echt niks aan hebben. Wat, hier staat grassland. Wat is moeras? Oh, chachi movement hoor. Betere movement dan Warzone 2. Kijk dit. Zet die bunny op. Meer naar boven. Oké, we gaan gewoon naar boven toe. Hier staat die waggie. Ik hoop echt dat fucking ding hem kan... Zie jij deze waggie staan hier? Ja. Oh, radio staat eraan. Dat is niet mijn auto. Dat is ook niet mijn auto. Ook niet mijn auto. Hé? Ja, dat moet mijn auto wel zijn, toch? Ja, dit is ook jouw auto. Dit is jouw auto, bro. Maar waarom kan ik er niet in dan? Open vehicle storage. Callers. Dat kan ik wel doen. Ik kan er niet in. Waarom kan ik niet in mijn auto? Ja, ik ook niet. Botje steeks, bro. Hé? Zullen we naar mijn auto proberen te lopen? Ja, doe maar. Heb je hem gemold? Is hij kapot? Nee, de radio loopt nog, alles. Heb je sleutels bij je? Ik wist niet dat ik sleutels had in een game. Waar we nu lopen lijkt net de achtertuin van Enzo, ja, inderdaad. Die is best mooi tegenwoordig, toch? Ja, maar ik bedoel zo groot. Ja, waarschijnlijk. Het is wel meer nu een walking simulator aan het worden. Ja. Ja. Als je niet helemaal weet wat je doet. We moeten er boven de main hut moeten we zijn, oké. Dan kunnen we net zo goed terugtypieën, toch? En een auto spannen, want dat kan. Fast treffelen, bro. Waar gaan we heen? Want ik kan daar ook niet in die andere auto. Bam. Fast treffelen wel naar huis. Moet ook even zo'n lokker kopen, bro, want dit is helemaal kut. Ja. Ja. En ik ga meteen even mijn fazant opzetten. Wat dacht je daarvan? Boeit niet, man. Okay. Ik weet alleen hoe koop je iets aan? Shop. Ja, in de laptop, geloof ik. Ik zie mijn muis niet meer. Ja, gear. Elk color. 100 euro's. Raar ding. Blue deer color. Red deer color. Hawk. Duck. Goose. Jack rabbit. Moes. Moes is wel gek, hoor. Ja, moes is wel lijp inderdaad. Die zijn heel groot. Moes lijkt me heel moeilijk. Western moose en Alaska moose. Kijk, ik zou niet eens weten waar die zitten. Ja, ik koop die wel. Koop ik heb de moose color. Oké, dan neem ik de... Oh, je hebt ook red dots, bro. Attachment, ja, je hebt red dots. Ik zie het. Oh, dit is... Oh, nee. Wat is een Primos Key dan? Dit heeft een langere zoom. Veel chiller. Kunnen we nog een andere auto kopen? Free DLC. Nice. Get free DLC. Oh, klik ik op en dan opent de storepagina. Download. Whatever, cool. Boundaries. Oh, je moet ook nog bepaalde passen kopen. Oh. Kan je naar grotere gebieden. Oké. Je hebt ook een boog? Oh ja, je hebt ook crossbow. Wat dik. Oh, je hebt ook shotguns. Yo, dik. Die boog lijkt me heel moeilijk om te doen. Slecht. Ja, ik heb zo'n moose ding. Gebruik ik dat dan? Ja, ik doe wel... welke doe ik? Hawk color. Ik heb de moose color nu. Hawk. Let op. Zo. Dan moet je naar... arm. Nee, dan moet je naar... Hoe gebruik ik hem? Ja, dan moet je... Alleen buiten. Storage. Ja, dan moet je naar storage. Ja, daar moet je hem dan inzetten. Ja, ik heb hem in mijn hand. Oké. Kijk hem staan! Hoor je dit? Oh. Wat? Het werkte! Ja, ik zie onderin dat ze dichterbij komen, bro. Je lult. Of niet? Wat doet dat balkje onderin, dat van links naar rechts gaat? Dat hele kleine pijltje links onderin, wat doet dat? Maak ik deze geluid ook? Als het in het midden is... Milan Knol, we hebben weer een winnaar. Ik hoor een baby. Oh, er ligt hier een kind dood te gaan, bro. Wat hoor ik allemaal? Bro, wat? Dat is mijne, dat is mijne. Iemand heeft de babyfoon nog aan. Maar wat doet dat ding onderin, Fika? Wat is dat? Wat doet dat? Wat de... Wat? Wat is dat voor raar? Oh mijn god, hé, wat doen wij? Hé, hey, ik hoor jouw beest terug. Daar in het zuidoosten hoorde ik jouw geluid terug. Van jouw beest. Yo, wat gebeurt hier? Oh. Nee, maar ik bedoel dat pijltje zeg maar, midden onder in mijn scherm. Onder het woord moeskaller. Dat pijltje gaat van geen naam N. Dankjewel voor... die erbij komen. Hier is €2,50. Jullie zien dat die dreamy staat er overheen. Dankjewel, man. Nee, ik denk dat als die midden is dat die dichtbij is. Letterlijk achter de boom op 180 zie ik een dier heel dichtbij. Kijk, dat is deze. Die baby die doet dat. Dat is een hawk. En nu is hij weer weg. Opnieuw kallen als hij in het midden zit. Oké. Oh, dan heb je misschien alle soorten gebruikt. Want je doet allemaal verschillende geluiden en dan ga je naar het midden toe. Hey, je doet allemaal verschillende geluiden en dan gaat hij naar het midden toe. En dan moet hij misschien opnieuw, omdat je dan alle geluiden hebt geprobeerd. Nee. Bijna. Misschien is dat het. Zoals Mr. Johnson zegt, het zal me niks verbazen als een zwangere vrouw die berg opgekropen komt. Wat zijn dit voor lokroepen, joh? Dit soort lokroepen deed ik normaal altijd in de Jimmy Roehout op Leidseplein. Gaan we. Vond ik ook al met zijn toeter in het rokershok. Ja, zullen we verder op gaan? Ja, ik krijg wel geluiden terug, hoor. Ja, dat is goed. Dit is top. Ik ga niet in deze auto. Ja, dat is mijn auto. Oh nee. Van wie is deze waggie, bro? Oh, je kan vehicle doen en dan kan je recall vehicle doen. Oh ja, er staat er eentje weer in nu. Ja. Je kan naar storage en dan recall vehicle. Moet je ook kogels kopen trouwens? Oh nee, want die heb ik nu weer helemaal nieuw. Oké. Heb je ze allemaal gerecalled? Ik weet niet hoe dat moet. Ik heb gewoon een auto geklikt en recall gedaan. Hier staat een waggie nu. Ja, ik zie het. Ja, dit is hem. Nou, stap in, Jema. Stap in. Ja, dat dacht ik al, hè. 2 stoelen. Je kan maar weer met 2. Je kan toch achterin? Kijk hoe groot je achterbak is. Moet daar nog een... Ja, kan niet. Je moet even recall vehicle doen. Ja, maar dat kan ik niet doen. Waarom niet? Omdat de optie er niet is. Wat gek. Ja. Dat kut multiplayer dit. Hoe heb ik hier €20 voor betaald? Ik heb fucking geld terug. Kan ik hem refund? Of niet? Durf van mijn bekkers. Ik kan dus dat dieren ook opzetten, maar ik denk dat dat in mijn singleplayer game moet, of niet? Want ik weet niet hoe ik het hier nu voor elkaar krijg. Hoe ik dat ga doen, want dit is de map. Hoop dat je ervoor betaald krijgt om dit te spelen. Nee, maar ik doe dit omdat mijn maat Knol weer zei dat het een leuke game was. 4. Dat dacht ik wel, ja. Oh, want hoe zet ik hem nu op, die... Ik heb een 4 gerecalled. Hoe ga ik dat nu doen? Staan er nou 2 wakkies dan? Yeah, staat nog alsnog maar... Oh, ja. In de singleplayer kan je dus op zo'n ding klikken en dan kun je hem editen en dan kun je iets toevoegen, maar... Oh ja. Hij doet hier niks. Nou, stap in. Kom maar aan. Zo. Milan streamt op YouTube, Nieke. Weinig dode dieren, eerlijk? Ja, er zijn inderdaad voor een huntergame hebben we nog weinig laten sneuvelen. Richting dat rode paaltje, kun je dat zien? Rode pijltje? Ja, per rode pijltje. Huh? Deze map is zo groot. Te vaak schrik je ze af. Het balkje is dat je in het midden nog eens moet roepen, niet te vaak achter elkaar. Oké. Duidelijk. Dat heeft al een pijnlijk punt in mijn chat, van die zegt gewoon van ja, weinig dode dieren voor een hunterstream. Ja. Dat is wel waar. We hebben nog echt geen één groot dier. Even maar even serieus, hoe zou dat kunnen? Want zodra we die wolf zagen, bam, jij schoot. Herten, bam, jij schoot. Bro, wat wil je nou weer, Tom? Ik heb dat helemaal niet gedaan. Wel, jij schoot op die valk, toch? En toen waren er in één keer wolven spoekt. Okay. Maar ze waren daarna ook al spoekt weer, omdat we gewoon dingen... Oh, en toen kwam Jasper aan. Ja, dat dus. Ja. Ook niet handig. Nee. Maar wat moeten we dan doen? Gewoon ultra langzaam lopen en... ja. Hier zou je toch beren moeten... Want die zitten toch altijd zalm te vangen hier? Toch? Zou je zeggen dan? Nou, ik heb nog nooit hier een beer zalm zien vangen. Maar ik snap wat je bedoelt. Wist je dat beren die zalm gewoon... Die fileren ze gewoon levend, hè? Ze trekken gewoon die huid eraf. Weet je hoe pijnlijk dat is voor die beesten? Voor die vissen? Ja, grap. Ze maken ze niet eerst dood of zo. Oh. Nou ja, ik ben geen vis. Dus... Ja. Zullen we anders even naar zo'n huisje gaan? Dan hebben we weer een fast travel. Ja, ik dacht misschien kunnen we hier ergens chillen. Of we gaan nu naar boven op die berg. Ja. Welke berg? Achter ons. Hier naar boven? Ja. Helemaal naar de top? Ja. Kom dan, laten we die waggie hier beneden staan. We rijden met die waggie omhoog. Ja, we rijden een stukje met die waggie, denk ik. En dan daarna stappen we uit. Oké. Okay. Dan kijken we wel wat we tegenkomen, toch? Ja, ja, ja. Hé, hey, Tally. Ja. We kunnen best ver met de 4x4. Even laten chiptunen aan, want dit is niks. Nou, ik ga gewoon hoor. Je moet kijken, dat ding trekt, joh. Zo, hij trekt wel, hoor. Dit is ongelooflijk. Dit is echt ziek, hoor, dat hij dat kan. Zo, hij trekt er echt wel stijl die berg op gewoon, joh. Wat gaaf. We kunnen ook gewoon zo blijven. Waarom lopen? Beter dan de RSQ3. Jawel. Wat zag ik nou? CarPlay? Je hebt een nieuwe auto. Nee, ik heb je op je story gezet. Ja, klopt. Ik had... Ik heb in mijn auto, heb ik, als ik CarPlay aanzet, heb ik een klein vierkant schermpje van CarPlay in plaats van het volledige scherm. Oh, dit is het einde. Ja. Zo, Andrem staat er bij mij goed op. Ik kom niet verder. Hoor je maar. En nu heb ik ingesteld dat het een volledig scherm is. Nou, jij komt gewoon verder. Ja, omdat ik schuin rij. Physics, bro. The law of... Oh. Stap maar uit. Oh. Oké. Welke physics? Welke lal? Ja, jongens, als je schuin rijdt... Oh, we kunnen hier ook niet op lopen, dat is een beetje het verhaal. Of wel? Hmm. Beetje zichtzaggend of zo. Die handrem is echt grof, bro. In real life is dat ding gewoon over de kop gegaan waarschijnlijk. Oh. Lukt gewoon. Oké, we zijn er. Oh, eerst ging ik naar beneden. Ik viel bijna dood, bro. Ik zie het. Oké. Zo, Giet had het nog bijna... Ja, wacht. Dat is Jasper, die blaast op zijn fluit. Lekker spelen en op mijn fluit. Hoe doe ik andere moons dan? Want je kan kelf moon. Hoe doe je andere moons? Weet ik het. Ik weet niet eens welk gebied we nu zijn. Hier is een pad of zo. Tracked females. Kan ik ook andere geluiden nog produceren? Spring. Echt tempted. Er zitten niet echt veel dieren hierboven. Nee. Ik zie er wel een huis. Leeuwen of zo. Tijgers. Dat is ons huis. Ik hoor wel iets nu. Hij hoort iets. Of zien jullie dat op die fluit? Nope. Nope. Oké, dan hoor ik iets. Wat er vandaan? Die knippert ook iets. Nee. Hoor je dat niet? Ik hoor zo... Nee, bro. Oh. Ja, dat is een hert. Dat is een lokroep van een hert. Betekent dat hij wil neuken. Iemand zegt, bro, hoe is dit een hunting game? Ik heb nog maar 3 dieren gezien. Ja, dat is een beetje het probleem. Omdat wij zo door dat gebied heen rausen, zijn al die beesten tering bang. Maar bro, dat is ook hunting, hè? Ik bedoel, hunting is niet dat je als je op pad gaat om een fazant te jagen, dat je altijd succes hebt. Mensen zijn gewoon te makkelijk geworden. Ja, mensen denken, oh, we gaan op social media gaan we even googlen naar een hert en dan bestellen we hem thuis. Ja, maar zo werkt het niet in het echte leven. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Zo werkt het niet. Dief nou eens op, gast. Ik ben toch al serieus. Ik ga toch aan de kant, bro. Ik ga toch aan de kant, joh. Je ziet toch nooit voor. Ik kom toch van rechts, joh, klaplopen. Dit is berg niet bij jou, bro. Man, 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 man. Wat een moei maken, joh. Zo klinkt dat. Zo klinkt dat. Oh ja. Jullie twee. Kijk hem zitten, opa. Nou, aan de kant, voordat ik jullie berg afduw. Nou, wat gaan we doen dan? Ja, wat als ik vanaf hier een beer weet te raken? Ja, dan krijg je van mij €100. Of een milf, inderdaad. Hier, er vliegt een vogel. Er is aan de andere kant een uitkijktoren, zie je die? Wie schiet er nu weer? Ja, ik schoot op die vogel, jongen. Ik denk, er gaat er nog wel een keertje wat dood op deze stream. Want dit is helemaal treurig. Ja, het is een hunting game. Waar ik had, toen ik alleen was, zonder jullie, ging het zoveel beter. Jullie leiden me gewoon af. Weet je hoe dat komt, Jasper? Dat hij waarschijnlijk weer met zijn trieste, bejaarde bek ergens in een bosje lag. Klopt. Ja, we moeten misschien maar gewoon verstandig gaan killen. Hunting is 4 uur in een hut, zit je eigen ruf, lucht, smachtend naar een kop koffie, maar dat kan niet, want ze ruiken je. Om 9 uur later terug te komen met een konijn en hondsdolheid. Ja, dat is het. Ja, fly baby, fly. Wat? Ik kijk er even van die map af. Oké. Komen jullie? Ja, ja. Ik zit even in mijn moes. Maar kom maar uit. Ik moet even... Bij moeras zijn veel dieren. Ja! Niels, dit zegt de hele tijd moeras, moeras! Iets meer naar het noorden. Misschien hier dan. Is dit het moeras? Gewoon, is dit het noorden? Dat is het noorden, denk ik. Nou, klap hem naar beneden. Lekker. Lekker. Ja. Nice. Nice. Zo, dit ding dit ding is tering goed, bro. Hij gaat gewoon niet over de kop, hè? Ja, ik ben echt al 4 keer over de kop. Wat een tering zieke waggie, bro. Ik ga die ergens de Q3 inruilen, bro. Dat ding moet ik hebben. Maar kut, mijn vuurtjes uit, bro. Wacht. Dan kan ik hier langs. Ja, dan kunnen we langs. Oké. Ik denk dat hier het moeras is. Hij komt van rechts. Relaxed, relaxed. Rijden jullie mee? Ah, joh. Waar ben je nou? Oh, daar. Ja, dit gaat er wel naartoe. De weg volgen. Misschien rij je wel ook over in de eekhoorn. Dat is dan je eerste kill. Ik heb al een paar roodkills gemaakt. Jij toch ook? Ja, ik heb een ding aangereden. Maar die tellen niet mee. Dat is het hele ding. Nee, die tellen niet mee. Ik hoor wel weer een dier links. Ja, stop, 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 stop. Stop. Nou, ik word weer gestoken door een bij. Ik moet even doorheen bijten. Analyze, hier. Mule deer. Poren, hier, onder mij. Goed. Ja? Ja. Goed gevonden. Die hoorde ik dan misschien. Hebben we een lok voor een mule deer? Die heb jij toch, Jasper? Ja, even kijken welke het was. Ik heb niks voor een mule. Oh, waarom heeft niemand... Probeer misschien... Oké. Maar je blaast op je geweer. Ik heb gewoon echt toch echt een toeter vast, hoor. Bij mij blaas je op je geweer met een toeter eromheen. Wat is dit? Ja, nu ben je weer je geweer aan het pakken. Nice. Oké. Goed. Je moet gewoon niet te veel, hoor ik. Niet te veel wat? Oh, daar... Niet te veel op die toeter. Je moet gewoon één keer en dan wachten. Ah. En je moet richting de wind toeteren. Richting de wind. Met de wind mee bedoel je? Ja, met de wind mee. Zodat die toeter met de wind meegaat. Die moeskal heeft maar een range van 220 meter. Maakt niet zo uit. Ik kan niemand dat fucking kind even verwijderen uit het restaurant. Voordat ik begin te hoeken. Lekkere streams deze week. Ja, zo. Ja. Whitetail dier. Ik heb hem hier. Oké. Okay. Ik zie hem. Kruip. Ja, ik kruip. Ja, whitetail dier. Oké. Okay. Doe control ook als je kruipt, Jasper. Ja. Is hij spooked? Nee. Oké. Okay. Hij is kalm. 300 meter ongeveer. Oké. Sneller kruipen nu hoor. Oké, kruip rustig. Kruip met control, Milan. Ik kruip al gewoon met C ingedrukt. Met control erbij, dan ga je nog langzamer kruipen. Hoe ga jij mij vertellen hoe de fucking dieren kill, man? Ik ben de hele tijd al gewoon op fucking niveau. Yo, nieuw subtekst voor die sub. Ik weet precies wat ik doe, gast. Ja, jongen. Schiet hem maar op. Ik moet mijn nek recht houden. Ik krijg een beetje een bocht op. Ik zal me laatst zelf terug in de video. Ik ben net Quasimodo. Blijven zitten. Floris. Oké. Maar 300 meter. En we hebben de wind tegen ons. Dus hij kan ons sowieso niet ruiken. Dus we kunnen sowieso 100 meter gewoon pakken op deze manier. Don, hoe ga je je kanaal noemen als je dikker wordt? Wat bedoel je? Als mijn Kaaklijn weg is? Don Rijklijn nou. Oké, ik zie hem niet. Hij is weg. Maar hij kan toch niet weg zijn, bro? Nee. We kruipen letterlijk. Misschien gaat hij zo nog weer geluid maken. Maar we zien de hele tijd herten en niemand van jullie koopt een hertenkaller. Ja. Wat is dat weer voor kutzooi, bro? Ja, stom. Sorry. Ga me dood. Net nieuwe televisie gekocht. Chat vuurt me vandaag. Ik zie hem helemaal niet. Hij was hier 300 meter. Bij mij toen ik analyse stond er 160 meter. Oh. Puh, mijn vader appt mij, zegt Tom, wil jij morgen de voordeursleutel van mij even laten namaken? Heb een sleutelbos in de plastic container laten vallen. Niet te geloven. Voor de dicht moest met een kledinghaak door de brievenbus de deur openmaken. Hij gaat lekker. Rip in de chat. Ja. Van mijn positie oost 100. Oké. Kalm. Distance 180, 200 meter. Ja, we komen dichterbij. Oké. Precies daar. Oké. Ja, we hebben wind, dus op zich kunnen we... We kunnen echt wel zo lopen, dat weet ik zeker. Hoe loop jij dan? Nu loop ik gewoon normaal, maar rustig. En... Wat, je kruipt of je staat rechtop? Nu ben ik aan het kruipen. Ja, ik stond rechtop, want het kan echt makkelijk. Ik bedoel, we zijn 100 meter kruipen is er overdreven. Ik bedoel, de wind is tegen ons, dus hij ruikt ons niet. Wij ruiken hem. Ah ja. Snap je? Het is zo spannend. Waar ben je? Ik zie jou ook niet. Bosjes enzovoort horen ze ook. Ja, dat weet ik. Maar waar zie jij Milan nog? Ja, recht vooruit. Oké, ik zie hem niet meer op mijn map. Nou, we kunnen ook denk ik wel rechtop lopen nu, toch? Ja. Ik heb zijn voetstappen. Ik zit in zijn voetstappen. Ik ben nu heel langzaam aan het lopen met die control. Ja. Ja, hier zijn zijn voetstappen. Ja. Ik hoor hem weer. Ik denk dat hij wil neuken, hoorde ik. Ja. Zou die misschien jou willen neuken, denk je? Ja. Oké. Ja, hier zie ik meer voetstappen. Ja. Je moet fluisteren, Young Vibes. Dat hoort bij de game, gast. Die verschozen. Gaat die kant op. Kan niet. Ik denk dat ik hem hoor. Ja. Alerted, hij is alerted. Ja. Hoe dan? Maar dat is nog niet weg. Oké, doe control. Ja, ik heb al control aan de hele tijd. Ik ga heel zachtjes, Ja. Staat op alert nu. Maar hebben we hem al gespot? 40 tot 60 meter, hij is heel dichtbij. Maar ik kan hem net niet zien. Alerted. Ik kan hier niet doorheen kijken en dan hem zien. Zijn er 3, 4, 5, 6, 7. Iemand zegt in mijn chat, hij zit in de boom. Ik ga kruipen. C ingedrukt hou ik weer kruipen. Kom maar aan, gast. Ik kan ze nog steeds niet zien. Oh, dit is zo spannend. Geduld. Het gaat hem worden. Dit moet hem worden. Ik moet iets meer naar de open vlakte. Zonder budget? Milan ligt voor mij, gast hier. Dit is bijna zijn reet. Waarom zie ik ze niet? Waarom zie ik ze niet? Want ik zie wel de voetstappen. Je hoort ze ook. Ja, en hier eten ze regelmatig, denk ik. Zijn ze heen dan? Zijn jullie achter mij? Ja. Oh, jullie zijn al hoog. Ja. Ja, net pas. Oh. Ik was juist aan het kruipen. Want dat horen ze blijkbaar al. Ik pakte mijn wapen en toen hoorden ze het al. Oké, kijk, want dit is een voederplek volgens mij. Ja. Eagle Eye, zie? 200 meter, kalm. White-tailed deer. Ik heb een Noord-I 60. Noord-I 60 zitten ze. Karakter. 200 meter. Ik heb een ik zie hem letterlijk aan zijn rok. Hunter, Sandsworth. Ja, ik zie hem lopen daar door de bosjes. Waar? Noord-I 60. Daar zitten ze. 60. Kalm, ze zijn kalm. Ik zie ze nog niet. Gezondheid. Als je dat in het wild doet, dan zijn ze weg. Ja, snap ik. Waar dan? Ja, ze liepen Noord-I 60 voor mij. Liepen ze die berg op? Die heuvel? Hier, mule deer. 165. Mule deer, ja, ik zie hem, ja. Die is wel ver weg nog hoor, 220 meter. Ja, daar gaat hij weer. 140 meter. 140 meter. Daar komt ja, ik zie hem. Ik kan hem hitten. Ik zie hem ook. Wacht. Zie ik hem? Ja. Waar? Hier. Moet ik hem hitten of niet? Ping hem even. Ja, ping hem even vanaf mijn plek. Maar waarom zou je hem nu al hitten, zeg maar? Niet een gelijke beslissing, toch? Ja, omdat zij hebben higher ground, man. het is Battle Royale, bro. Wat bedoel je mee, ze hebben high ground? Als je ze terug gaan schieten. Tyferslul. Ik denk dat we alle drie tegelijk in moeten schieten. Hij zegt ze hebben high ground, zegt hij. Ja, omdat dan kan je toch niet... Je kan toch niet omhoog kijken tegen een bosje in? Het is beter om van high ground gewoon naar beneden te schieten, toch? Ook op dieren. Ja, ik hoor je. En nu, want nu zijn ze weg. Nu zie ik ze niet. Heb je een UAV? Ja, we moeten naar links, want dan gaan we hoger. Oh. Dat gaat hem niet worden. Probeer via hier een beetje high ground te pakken, maar... Ja, ik heb poep gevonden. Looks fresh. Ja, dat is van die white-tailed dier. Ik heb hun poep gevonden. Ja, Boop, wat hebben we aan poep? Dan weet je toch waar ze zijn? Dan weet je hoe vers het is. Ja. Ah, ik hoor ze weer. Je loopt de hele game al 800 meter voor ons, bro. Het is fucking irritant. Ja, ik ga heel zachtjes lopen. Ja, want jullie lopen de hele tijd zachtjes, maar dat hoeft niet. Ik hoor ze. 40 meter weer. 40? Ja. Dat is om de hoek. Ja, maar ik kan ze niet zien. Weet je waarom niet? Omdat zij high ground hebben. Wij zitten bijna op de berg hier. Ga een beetje naar rechts. Heuvel. Er zijn links ook nog meer. Het zijn echt hoeren veel. Die zijn al spook, die links. Die zijn al aan het rennen volgens mij. Ja, ze zijn spooked links. Kalm zie ik staan. Links. Ja, dat is 300 meter. Ja, ik zie ze rennen. Ja, ze zijn aan het water. Ja, weet je hoe langzaam ik loop, bro? Ik zit op control en dan, zeg maar... Kijk, ze sprinten, jongen. Tyfusbeesten. Ja, omdat jij hebt gerend. Jij hebt gerend, sowieso. Ik heb sowieso niet gerend, bro. Ja, je kijkt naar mij, maar ik heb ook niet gerend. Wat een kut game, bro. Wat? Hoe kan dat nou? We moeten gewoon zo'n lokding hebben, bro. Ik zweer het. We hebben gewoon zo'n lokding nodig voor een hert. Oké, 300 meter. Oké, ik pak even een andere positie. Ik weet niet waar ze zitten. Ik ga even hier liggen. Ik zie ze, hè? Jullie ook, toch? Over het water. Ja, over het water, ja. Ja, ik zie ze. Staat er eentje stil? Klopt. Ik heb een schot. Oh, ducks! Ik zie ducks! Ja, wacht nou. Oh. Oh, ja, ik zie ze daar. Gaan we daarop, Eme? Wacht, ik ben bijna naast jou. Jij ziet ze ook, Don? Ja. Oké, wacht even met schieten nog. Oké. Ja, hoeveel meter is dit? Hebben we dat al bekeken? Ja, 218. Oh ja, ik heb mij. 280. Dus ik zet hem op 300. Ja, allemaal ik ben ready wanneer jullie. Ja. Ik doe gewoon eentje random. 3, 2, 1. Alles mis, man. Ze bewegen ook niet. Ik heb een git, eentje git. Ik heb er één git, 100%. Wat een klokheid. Ik kan meteen een eentje meenemen trouwens. Wat? Ze rennen er nog steeds. Ik neem meteen een eentje mee. We moeten echt zo'n lokding halen, bro. Ja, je hebt gelijk. Ja. Kom we fast travelen gewoon en halen zo'n lokding. Ja, ik pak eerst even mijn eend. Hier, je hoort dat ding weer. Waar ligt hij? Haha! Ik hit hem net onder zijn hart. Maar ja, hij is wel dood. Je hebt wel een eend gekild? Ja. Gaaf. Ik zag eenden in het water, dus ik dacht, nou, die schiet ik die ook maar meteen. Ik ben toch aan het schieten. Ja, laten we gaan vaststellen. Het rode rondje is waar de kogel belandt. Oh, man. Oh, wacht even. Ik zie wel een paar vraagtekens, dus wil ik even weten wat hier is. Er is hier ook nog een kalm deer, echt achter de heuvel, hè? Oké. Maar dat is dat ding. Daar is nog een vraagteken, maar ik weet niet wat dat is. Nou, het rode... Dus je kogel gaat naar dat rode puntje. Ah. Misschien als ik hierin ga, kan ik ze zien. Nou, nu kunnen ze ons ruiken. Want de wind gaat naar hun. New Discovery Campsite. Kunnen we hier kopen? Hier is zo'n campsite. Staat hier een laptop of niet? Er zijn wel echt tering veel dieren dichtbij hier. Klopt ja, maar ze rennen. Ze rennen, man. Heb je wat geraakt? Ik heb sowieso wat geraakt, 100%. Je zag daar allemaal bloed spatten toen ik hem schoot. Alleen ja, dan moet je eigenlijk het bloedspoor moet je dan volgen. Oké, maar wat doen we nu? Want we hebben deze campsite, dus we kunnen hier van hier naar ver sterven sowieso. Campsite bij mij. Oh, die ga ik ook even inlokken dan. Dan moet je hier bij dat bord op. Heb je dat en dan zou ik even naar het huis gaan en dan koop ik wel even zo'n dier lokken ding. Zo'n dierding, ja. Ik ga niet eerder offline voordat ik een fucking hert heb gejankt. Ik zweer het wel. Ja, ik heb hem ook. Nice. Oké, nou dan gaan we toch hierin. En dan kunnen we daar die hunting lodge in. En dan kunnen we dat diertje... Hé, maar druk eens even op tab. En zoom eens even in, zeg maar, boven, vlak boven ons eerste huis. Daar zit er gewoon een... Oh, wacht, laat maar doen. Dat is geen beer, dat is een fucking badger. Ja, goed man. Ik ga naar de beer. Heb je al de map... Wacht even, heb je al de map geklikt dat je hem deed? Oké. Oh, je kan hier ook gewoon slapen. Nou, die laptop, use computer. En moet dat niet, dat we even 's ochtends vroeg gaan jagen? 'S Ochtends vroeg jagen? Ja, dat is toch wanneer je jaagt? Ik denk toch niet dat ik om 6 uur op ga staan om te jagen? Bro, waarom moeten we 's ochtends vroeg jagen, bro? Alsof het om 5 uur dicht gaat. Die dieren dan denken van fuck dit. Ja, nu even niet. Dat is zo'n hertaak oplopen van jongens, het is na 5 hè. Laat hem even niet meer worden. Oké, ik doe Deer Gruntcaller koop ik, ja? Roo Deer Caller heb ik? Ik heb Deer Grunt nu. Callers, equip. Moes heb ik al. Roo Deer Caller, Red Deer Caller. Ik heb nu de Deer Grunt, dat is deze. Kijk hoe die klinkt. De 750. Attracts females. Nice. Zo hoe ik Elizabeth heb gevonden. Gewoon dit geluid maken. Gewoon een kazoo. Ja, een beetje wel, ja. Goed, en dan vast treffelen we weer terug. Ik heb een Roo Deer Caller. Welke callers hebben jullie? Ook een soort deer. Weet niet welke deer. Een deer. My deer. Een deer. Ik weet het niet, gast. Hoe moet die heet? Goed. Even kijken, we gaan moeten heen. Ik weet niet, de campsite, hè? Ja. Hey, Loepsie. Links van het kamp is het moeras. Ja, maar als je op tab drukt, zie je allemaal van die kleine plasjes water, toch, daar? Kleine plasjes water is moeras, toch? Ja, klopt. Klopt. Als je nog een eend wil schieten, kan dat ook hier, bro. We moeten gewoon hier aan het water gaan zitten, in die hut. En dan gewoon even op die, hoe heet het, dingen. Lokrol, ja. Ik heb echt een hondenspeeltje gekocht inderdaad, bro. Wat is dit? Was je ook bij het MW3-event? Nee, maar volgens mij viel het ook een beetje tegen. Best een leuke game. Nou, ik ben gewoon zo competitief dat ik iets wil killen en anders niet offline wil. Oké, boys. Pak allemaal je lokker op. En dan wachten tot hij het midden is, hè? En dan weer, hè? Gaat toch automatisch? Oh. Dit is een post alleen voor eenden. Oh. Ja, maar... alsof je uit de... alsof je ineens uit deze hut ineens geen beer kan raken of zo. Ik ben bijna in het midden. Ik ook, bij mij in het midden. Maar dan... Ja, hoe ver in het midden? Wat? Ja, het is nu wel gewoon wit. Okay. Mensen noemen ons de Jostie Band. Wat staan we hier nou als drie gasten van 30 in een virtuele game op van die gare fluitjes te toeteren? Ik heb nog geen fucking dier geschoten, bro. Ik heb echt de neiging om beneden mijn buks te pakken en een van de honden van mijn buurman te rachen, bro. Wat is dit nou voor trieste kutzooi? Ik wil gewoon iets doden nu in game. Man. Ja, ik voel die pijn wel, Dus... Toch triest? Ik voel hem hier niet. Hier waren we namelijk al. Nou, dan gaan we naar dat moeras. Ik moet even een reel plaatsen, bro. Nu? Ja. Oké. Huntersense aan? Ja, die is aan. Ja. Ah, het gaat lukken. Het gaat lukken. Kijk, het moeras is daar. Waar zijn jullie nou? Richting het moeras. 3 met 75. We hebben de wind ook mee, bro. Dat is ook kut. Zie je dat? Je moet niet de hele tijd die roeper doen. Waarom niet? We doen het precies zoals het hoort, toch? Wel vanzelfs beesten. Ah, stop. Oh, ja, ik zie. Je ziet ze? Ja. Ze hebben ons ook gezien, denk ik. Ja, ze kijken terug. Wat zijn dit? Weet ik niet. Moes lijkt wel. Oké, ik zit hem op 200. Moes. Western moes. Oké. Nee, ik heb een moeslok. Ik heb een moeslok. Nee, hoef niet bij, nee. Oh, ze zijn kalm. Ja, ze zijn weer kalm. Ja. Nog wel, hou. Ik ben on my way. Ik ben aan het sprinten. Oh my god, ineens zien we ze. Niet te veel sprinten, niet te hard sprinten, bro. Nee. Waar kom je over vandaar? Waar is dit? Dit is 200 meter, bro. 200 meter. Ik ben bijna bij jullie. Oh, die zijn groot. Ja, die zijn echt huge, maar die hebben geen gewei. Dus het zijn vrouwtjes. Oh. Oké, we moeten de rechter met z'n drieën, met de rechter gewoon pap. Gewoon met z'n allen. Ja. Als hij niet over dat hellinkje gaat lopen. Nee, klopt. Hij moet opschieten. Don, kom. Ik ben er. Ik zit naar... Waar kijk ik? Ja, coördinaten, bro. 240. Ik zie ze. Oké, linker of rechts? Welke gaan we schieten? De rechter. Oh. Oké, rechter. Cool. De rechter staat stil. Oké. Wacht, ik moet... Oké, ik ben ready. Ja? Ik ook. Wacht even. Oké. 3, 2, 1... vol in zijn hoofd, gek. Wat? Ja. Nog een keer. Oh, dat body ja. Mac. Hij valt. Ja, hij is reed. Ja. Nee, hij loopt nog steeds. Donder op dat hij blijft rennen, bro. Wat is dit voor fucking shit, bro? Stop met rennen. Ik vol in zijn kop. Bro, man heeft kool, meer kool gegeten dan Terminator 4, bro. Wat zie ik? Dit is een Kevlar moes. Bro, wat is dit voor fucking Terminator Juggernaut moes, bro? Wat een onzin. Schiet op het hart. Waar is het hart van een moes? Waar is dat? We... Ja, sowieso 3 plates inderdaad, bro. Ja. 3 plates. Fuck, man. Shit. Oh, moeten we zijn bloed nu checken? Ja, nu moeten we het spoor volgen. Ja, maar je kan bij het eerste stuk bloed kun je dus zien of het een fatale shot was. Nou ja, dat hebben we gezien dat het niet fataal was. Dat? Hier zo ergens. Ja, oh, hier waar ik sta. Ja, hier. Oh, dit was eating. Ik heb hier bloed. En poep. Oh. Misschien heeft hij een scheetje gelaten toen hij werd geschoten. Maar waar oh ja. Hier is bloed. Red. Small amount of blood. Nee, toch. Hier nog één. Ja, small amount of blood heeft hij. Iemand zegt zwaarder kaliber gebruiken. Jullie schieten met klapperpistooltjes. Oh. Nou, laten we gewoon doorlopen richting het moeras. Dat was toch ons doel. Deze moes kwam per ongeluk. Dat is het misschien. Misschien moeten we eerst de kleintjes schieten. Voordat we naar de grote gaan. A good way though is shooting the backside of the head with a rifle. The head is a bit above the shoulders and sticks out enough for you to aim at it. The moose has a lot of head movement. A good shot placement takes patience. Ja. Ik had echt het gevoel dat ik hem in zijn hoofd raakte, man. Moes lopen rechts van ons, zie ik, als ik op Q druk. Op 340 ongeveer. Oh, daar beneden, ja, beneden. Crouch. Die zo beneden, ja. Best wel dichtbij. Maar ja, die gaan we toch niet kunnen killen nu. Welke ammo gebruiken jullie? Weet ik wel, het begin ammo. Ja, we hebben nog maar de Remington. Ik loop de hele tijd achter de feiten aan, wat een kut game. Oh, high ground natuurlijk pakken. Waar is Don? Peter, ik ben gecamoufleerd. Hoe is het? Peter, ik heb je shirtje daarachter liggen, hè? Oh, je ziet het niet. Wacht. Kijk, naar rechts, kijk. Oh, jongen. Ik was even mijn shirtje aan die Peter hem had gegeven. Even laten zien dat ik hem gewoon netjes zo op de plank had gelegd. Zo mooi uitgestald. Nee, hij is niet weggefrommeld. Hij ligt daar heel mooi zo. En mijn camera, mijn eerste camera die ik van Milan heb gehad, ligt er zo mooi bovenop. Dat is echt heel... Ik heb nog een cadeautje voor je meegenomen uit Frankrijk voor je. Ja, die wou ik ook ophalen zaterdag, maar je had geen tijd voor me, bro. Nee, ik was aan het opnemen, bro. Dan kan je toch wel even 2 minuten... Nee, even... daar heb ik geen zin in. Daar ben ik op focus. Dat moet je dan gewoon zeggen, dat je er geen zin in hebt. Ja, omdat ik dan niet zeggen, ik heb geen tijd, dat maakt niet uit. Hij zit hier, naast me. Oké. Ik kan hem vol in zijn hoofd raken, vol. Waar? Ik moet het doen. Ik heb het gedaan. Ja. Nog een keer. Ja, bro, hij keek mij aan, Ik moet niet zo kijken met die scheve ogen van hem. Er rechts ook heen. Links. Je komt... Los! Voor je! Dat body met! Ja! Yes! Ja! 9-9 de chat! Yes! 9-9 de fucking chat! Eindelijk! Ik wil al die 9-9 zien in die chat! Wat goed! Hoeveel schoten? 4, 5, 6, 7, 8, 9... 8 schoten, bro! Wat goed! Fuck yes. Ja, hier, dat is wat je wil, hè? Tyfusgozer, hè? Met je bek. Lekker, man. Wat goed! Heerlijk. Ongelooflijk goed, wat een goed schot, zeg. Ja, ik moest het doen, hij keek me zo aan met die scheve ogen. Jij raakte hem zo, en toen kwam ik close... Ik kwam via rechts en ik zag Jasper weer niks doen en ik liep via rechts. En ik kom via rechts en ik schiet op zo van close. En daarna hoor ik jou, bap, nog een keer. En toen schoot ik hem weer. Iemand heeft het geklipt. Na 4 uur 1... Die clip heet ook na 4 uur 1 dier dood. Maar... Zo, ik neem hem mee. Wel een grof dier ook, bro. Als je, er stond bij, als je te veel vrouwelijke dieren vermoordt, dan is dat slecht voor de populatie van het dier. En dan zou je hem niet meer kunnen jagen. Ja, bro. Als iemand denkt dat ik dit spel hierna ooit nog ga opstarten, die populatie kan me echt gestolen worden, bro. Nou, ik denk dat we er een einde aan moeten breiden. Dit was een mooi moment om aan te eindigen, denk ik. 100% man, dit was het. Dit was de crème de la crème. Kijk of we die valk nog kunnen pakken. Waar? Dat zou helemaal een wonder zijn. Waar? Oh, daar. Waar? Oh, daar. Oh, jullie zien een andere valk. ik heb het gevoel dat die valken nep zijn. Ik weet het ook. Ja, ik heb per ongeluk gealtervierd. Goed. Nou, Knol. Was me een waar genoeg. Ik zie jou staan. Hey, log wel even uit van mijn Steam-account, hè? Kind. Yes. Anders ga ik al je spellen verwijderen. Wat een game. Helpen. Wat een game, jongens. Ik ben blij dat we... Want ik had echt niet geslapen. Wow. Nee, ik snap het. Ik weet het, man. Ik voel die pijn. We hebben het goed gedaan. Ik ben echt trots op ons. We hebben het echt goed gedaan. Echt goed gedaan, man. Boys, ik spreek jullie snel. Was gezellig. Peace. En we houden contact. Knol was gezellig, jongen. Ik hou van je. We spreken elkaar snel. Rustig aan, bro. Love you, man. Rustig aan. Doei. Doei. Wat een game, man. Wat een game. Wat een spanning. Het is, zeg maar, de spanningsboog is zo, de hele tijd super laag. Of hoog bedoel ik. En dan ineens lijpenpiek. Heerlijk. Goeie. Hele goeie. Goed. Jasper, thanks voor het meedoen, bro. Yo, no problem. Was goeie. Tot de volgende. Tot snel. Jojo. Jojo. Dames en heren, ik vond het fantastisch. Bedankt voor het checken van deze livestream. Ik ben er dinsdag weer. Ja, dinsdag om 7:30 ben ik weer aanwezig. Met een nieuwe livestream. En dan woensdag ook weer en donderdag ook weer. Dus dinsdag, woensdag, donderdag volgende week ben ik weer aanwezig om 7:30. Ik hoop jullie te zien. Thanks voor jullie donaties. Figo. Leslie. Watched. Rare naam. Geen naam. En dankjewel voor het lid worden vandaag. Thanks voor jullie support. Tot dinsdag. 7:30. Groetjes thuis. Groetjes aan je moeder. Je vader. Je verzorger. Of alles wat er tussenin zit. En volg me op Snapchat. Als je niet, als je per se content wil zien wat live is. Want dat is Snapchat. Oké. Doei. Rustig aan. Dag. Hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wel. Dag.